Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze verloren episode van Let's Play Train Simulator 2014. Dit is eigenlijk de episode 39 die verloren was geraakt van YouTube en die het niet goed deed. Maar die ga ik te vervangen en het wordt episode 40. En we gaan alsnog deze route rijden, van Baarn naar Den Dolder op de Midden-Nederland route. En we zullen dus beginnen om de passagiers in te laten stappen. Zo, en dan ga ik naar de cabine toe. Zo. Richting schakelaar naar voren heen. En dan... Oh, nee, ik bedoel eigenlijk deze. Nee, ik bedoel die. Hey! Wacht eens even. Daar kun je volgens mij iets leuks mee doen. Wacht even. Nee. Dit wordt leuk, jongens. Let op. Oh, ja. Dat kun je natuurlijk ook mee doen, hè. Nou ja. Maakt jou niet uit. Ik zet even de ruitenwissers aan. En ja, deze is in de automaat. En dan kunnen we vervolgens zometeen wegrijden naar... wat is onze volgende halt? Dat is Soestdijk. Dus we rijden ook op de Soestlijn. Ik zal de remmen loslaten. En vervolgens mogen wij 40 rijden. En dan gaan wij op weg naar Soestdijk. Waar wij passagiers moeten ophalen. Nou, ik had eigenlijk de... Ja, eigenlijk was de route met de SGM was eigenlijk bedoeld voor... wat zou het zijn geweest zijn? Dinsdag. Maar die zal dus nu op woensdag verschijnen. Omdat, ja, het nou eenmaal zo is. Niks aan te doen. Kan niet allemaal even goed meezitten. Dus, ik ben nog bijna niet vergeten. Frontzijnen natuurlijk even aanzetten. Dus die staan nu ook aan. En dan mogen wij in een rustig tochtje over de Soestlijn mogen wij naar Den Dolder heen rijden. Waar overigens een paar mensen ook wel blij mee zullen zijn dat ik eindelijk over de Soestlijn heen zal rijden. Dan zegt hij van, yay, woehoe! Nou goed. Ik kan jullie ook alvast aankondigen dat waarschijnlijk voor... wat zou het zijn voor... donderdag zal er zeer waarschijnlijk... Ik denk haast niet. Voor donderdag zal er waarschijnlijk geen video komen. En dat komt omdat mijn vader, die is op woensdag jarig. En ik zal dan eigenlijk niet de tijd hebben om eventuele video's op te nemen. Dus dat moet even op zich laten wachten. Zo. En dan moeten we hier even afremmen naar 60. Maar goed, ik ben eigenlijk al lang blij dat ik de vervanging voor de episode van dinsdag toch nog online heb kunnen krijgen. Dat was natuurlijk de geweldige video met de koploper, of nou ja, gewoon de Intercity ICMM. En ja, dat was natuurlijk wel een knotsgekke episode met die vreemde bugs die je tegenkwam in Amersfoort. Zo, helemaal afgeremd naar 40. Alleen het vreemde aan deze route is toch wel dat je op de een of andere manier
elke keer tegen een onzichtbare sein aanloopt. Dat is wel heel erg irritant. Even kijken, we hebben 3 bakken. Dus ik zie daar wel een bordje met 3 staan. Even kijken, zal ik eens hier stoppen. Zo. Nee, ik zal niet vergeten om uit te checken. Ik zal zeggen, laat die Froze niet vergeten om uit te checken. Dat is misschien wel veel handiger. En dan kunnen we zo meteen naar... Even kijken, dit is Soestdijk. En dan is dit... Soest, en dan Soest Zuid, en dan Den Dolder. Nou ja, dat dit de Soestlijn is, dat is nog wel vrij bekend waarom. Als je in eerste instantie langs Soestdijk, en dan Soest Zuid, en dan Den Dolder gaat, waarom zou het toch de Soestlijn heten, vraagt men zich af. Nou, omdat je misschien langs 3 steden komt die Soest in de naam hebben. De remmen kunnen weer los, en we zullen onze weg vervolgen met een slakkengangetje van 40 km per uur. Dit is niet bepaald een van de allersnelste snelheden die je kunt rijden momenteel, maar goed. En natuurlijk zit er ook weer helaas in deze route ook een bug verstopt, waardoor er weer een sein onnodig lang op rood blijft staan. Maar goed. Aangezien ik het scenario voor de 2e keer doe, weet ik het probleem gelukkig wel te vermijden. En dan zijn we gearriveerd bij station Soest. Waar wij heel even een korte pauze moeten houden. Omdat hier een zometeen een tegemoetkomende trein ons tegemoet komt. Zo, zal ik hier even de deur openen. En we horen al dat de trein als goed is zometeen eraan komt. Want de overwegbomen gaan in de verte al naar beneden. Oh, ik dacht eerst dat die kerkklokken die je hier hoort, ik dacht eerst dat het bij mij uit de buurt kwam. Want er zit ook een kerk bij mij in de buurt, maar... Voel jij, dat komt gewoon uit het spel, die kerkklokken. Dat had ik echt nooit gedacht. Nou, daar is tegemoetkomende trein. Zo.
morgen nog niet. Ik zal eens kijken. Volgens mij wordt de wisselstof verlegd. Ja, kijk. Dan mogen wij. En dan gaan we nu doorrijden naar Soest-Zuid. Wel erg vervelend dat je hier echt een snelheid van niks hebt. Dit is een snelheid van 40 km per uur, daar word je niet echt heel vrolijk van. Bedankt voor de waarschuwing. Zo. En dan kunnen we zo meteen doorrijden naar station Den Dolder. Zo. Eerst nog even 40 gaan houden, dan mogen we straks verhogen naar 130. En het is nu. Dus we draaien de hendel helemaal open. En dan kunnen we nu met vol gas naar station Den Dolder heen rijden. En een lekker rustig ritje over de Soestlijn hebben gehad. Op zich best wel fijn om te rijden natuurlijk. Even kijken wat de aankomende sein ons te melden heeft. Goed is, zouden we iets op geel staan, denk ik. En hij vraagt ons om af te remmen. Oké. Nou. Ik rem geleidelijk af naar 40. Om
omdat het ook eigenlijk is wat het sein aan ons vraagt. Het is gewoon geel. En dat betekent dat je moet afremmen, hoeft niet per se naar 40, maar het betekent wel dat je af moet remmen tot. Nou, het is wel vrij netjes afgeremd. Misschien moet ik hem toch even een klein beetje meehelpen. Oh, het is 60. Dus we rijden nu goed op snelheid. Dan gaan we vrij rustig de wissel over. En dan zijn we bijna gearriveerd bij het eindstation van Den Dolder. Dus dan wil ik jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik hoop allemaal dat jullie hem hartstikke leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, geef hem dan een duimpje omhoog. Daar word ik ook vrolijk van. En als je graag meer van mijn video wil zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terugzie in de volgende episode van Let's Play Train Simulator 2014. Met bliefjes natuurlijk. En dan zijn we hierbij gearriveerd bij het eindstation. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken iedereen. Tot de volgende episode. En tot de volgende keer. Een fijne dag nog. Dag. Zo. Reist u met de OV-chipkaart, vergeet dan niet uit te checken. En dan kunnen we zo meteen doorrijden naar station Den Dolder. Zo. Eerst nog even verder gaan houden, dan mogen we straks verhogen naar 130. En het is nu. Dus we draaien de hendel helemaal open. En dan kunnen we nu met vol gas naar station Den Dolder heen rijden. En een lekker rustig ritje over de Soeslijn hebben gehad. Op zich best wel fijn om te rijden natuurlijk.
tochtje over de Soeslijn mogen wij naar Den Dolder heen rijden. Waar overigens een paar mensen ook wel blij mee zullen zijn dat ik eindelijk over de Soestlijn heen zal rijden. Dan zegt hij van, yay, woehoe! Nou goed, ik kan jullie ook alvast aankondigen dat waarschijnlijk voor... wat zou het zijn voor... donderdag zal er zeer waarschijnlijk... Ik denk haast niet. Voor donderdag zal er waarschijnlijk geen video komen. En dat komt omdat mijn vader, die is op woensdag jarig... En ik zal dan eigenlijk niet de tijd hebben om eventuele video's op te nemen. Dus dat moet even op zich laten wachten. Zo. En dan moeten we hier even afremmen naar 60. Maar goed, ik ben eigenlijk al lang blij dat ik de vervanging voor de episode van dinsdag toch nog online heb kunnen krijgen. Dat was natuurlijk de geweldige video met de koploper, of nou ja, gewoon de Intercity ICMM. En ja, dat was natuurlijk wel een knotsgekke episode met die vreemde bugs die je tegenkwam in Amersfoort. Zo, helemaal afgeremd naar 40. Alleen het vreemde aan deze route is toch wel dat je op de een of andere manier elke keer tegen onzichtbare seinen aanloopt. Dat is wel heel erg irritant. Even kijken, we hebben 3 bakken. Dus ik zie daar wel een bordje met 3 staan. Even kijken, zal ik eens hier stoppen. Zo. Nee, ik zal niet vergeten om uit te checken. Ik zal zeggen, laat die vrouw niet vergeten om uit te checken. Dat is misschien wel veel handiger. Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom bij deze verloren episode van Let's Play Train Simulator 2014. Dit is eigenlijk de episode 39 die verloren was geraakt van YouTube en die het niet goed deed. Maar die ga ik te vervangen en het wordt episode 40. En we gaan alsnog deze route rijden, van Baarn naar Den Dolder op de Midden-Nederland route. En we zullen eens beginnen... om de passagiers in te laten stappen. Zo, en dan ga ik naar de cabine toe. Zo. Richting schakelaar naar voren heen. En dan... Oh, nee, ik bedoel eigenlijk deze. Nee, ik bedoel die. Hé! Hey. Wacht eens even. Daar kun je volgens mij iets leuks mee doen. Wacht even, dit wordt leuk jongens, let op. Oh, ja, dat kun je natuurlijk ook mee doen hè. Nou ja, maakt jou niet uit. Ik zet even de ruitenwissers aan. En ja, deze is in de automaat. En dan kunnen we vervolgens zometeen wegrijden naar... wat is onze volgende halt? Dat is Soestdijk. Dus we rijden ook op de Soestlijn. Ik zal de remmen
loslaten en vervolgens mogen wij 40 rijden. En dan gaan wij op weg naar Soestdijk, waar wij passagiers moeten ophalen. Nou, en ik had eigenlijk de... Ja, eigenlijk was de route met de SGM was eigenlijk bedoeld voor... wat zou het zijn geweest zijn? Dinsdag. Maar die zal dus nu op woensdag verschijnen. Omdat, ja, het nou eenmaal zo is. Niks aan te doen. Het kan niet allemaal even goed meezitten. Dus, ik ben nog bijna iets vergeten. Frontseinen natuurlijk even aanzetten. Dus die staan nu ook aan. En dan mogen wij in een rustig. En dan kunnen we zometeen naar. Even kijken, dit is Soestdijk. En dan is dit Soest. En dan Soest Zuid. En dan Den Dolder. Nou ja, dat dit de Soestlijn is, dat is nog wel vrij bekend waarom. Als je in eerste instantie langs Soestdijk en dan Soest en dan Soest Zuid en dan Den Dolder gaat. Waarom zou het toch de Soestlijn heten, vraagt men zich af. Nou, omdat je misschien langs drie steden komt die Soest in de naam hebben. De remmen kunnen weer los. En we zullen onze weg vervolgen met een slakkengangetje van 40 km per uur. Dit is niet bepaald een van de allersnelste snelheden die je kunt rijden momenteel, maar goed. En natuurlijk zit er ook weer helaas in deze route ook een bug verstopt. Waardoor er weer een sein onnodig lang op rood blijft staan. Maar goed. Aangezien ik het scenario voor de tweede keer doe, weet ik het probleem gelukkig wel te vermijden. En dan zijn we gearriveerd bij station Soest. Waar wij heel even een korte pauze moeten houden. Omdat hier een zometeen een tegemoetkomende trein ons tegemoet komt. Zo, zal ik hier even de deur openen. En we horen al dat de trein als goed is zometeen eraan komt. Want de overwegbomen gaan in de verte al naar beneden. Oh, ik dacht eerst dat die kerkklokken die je hier hoort, ik dacht eerst dat het bij mij uit de buurt kwam. Want er zit ook een kerk bij mij in de buurt, maar... Voel jij, dat komt gewoon uit het spel, die kerkklokken. Dat had ik echt nooit gedacht. Nou, daar is tegemoetkomende trein.
Zo. We mogen nog niet. Ik zal eens kijken. Volgens mij wordt de wissel zo verlegd. Ja, kijk. Dan mogen wij. En dan gaan we nu doorrijden naar Soest-Zuid. Wel erg vervelend dat je hier echt een snelheid van niks hebt. Dit is een snelheid van 40 km per uur, daar word je niet echt heel vrolijk van. Bedankt voor de waarschuwing.